Ik ga even wat vertellen en schrik niet. Dus dit was voor even de laatste weekvlog. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en respecteren. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb met nat haar geslapen, dus het is lekker golvend. Ik hou het even zo, ik vind het goed. Ik heb me klaargemaakt. Ik ga nu mijn outfit aan jullie laten zien en dan ga ik naar school. Ik heb school tot 4:15 en vanavond ga ik sporten. Maar ik heb dus nog mega veel spierpijn van de wedstrijd. Maar goed, dat is niet anders. Ik laat jullie even mijn outfit zien en dan ga ik er vandoor. Dit is mijn outfit. Ik draag deze off-the-shoulder top van de Primark. Deze sterrenketting is van Ali. En deze broek met zo'n grote riem is van Lily. Maar die kun je ook kopen bij Lofies. En mijn gewoon Adidas schoenen eronder. Dus dit is wat ik vandaag aan heb. En mijn haar laat ik gewoon zo wat ik net al zei. Dus ik ga nu even snel wat eten en dan ga ik naar school toe. Ja, dat is wat we gaan doen. Lekker saai. Maar goed, hè. Dit weer is echt niet oké. Het regent zo hard. En het waait ook zo hard. Ik moet hier dus zo doorheen fietsen. Even huilen. Zo, ik ben alweer terug van sporten. Ging eigenlijk heel erg goed. En nu heb ik mijn make-up eraf gehad. Ik heb hier wat pukkels, dus ik ga even een masker op doen. Deze is gewoon van de Kruid. Wat super fijn. Mijn vriendin had gezegd dat hij fijn was. En nu heb ik hem toen ook gekocht. En ja, hij is echt heel erg fijn. Dit is de Clay Mask Anti-Stress Deadsea Minerals. Deze blauwe. Hij heeft soms echt kuren met focussen. Daarom kijk ik heel vaak in het schermpje. Dat is heel erg irritant. Dus sorry daarvoor. Volgens mij ben ik scherp. Ik ga even een masker op doen. En dan zo nog wat werkdingen doen. Van mailtjes. En misschien nog mijn vlog verder bewerken. En dat soort dingen. Ik moet gewoon nog wat dingen doen achter de laptop. Wow, zagen jullie dat? Dat plopte zo. Man. Top. Nou, helemaal. Mooi. Let's go work. Goedemorgen. Het is dinsdag. En ik moet naar school van 9:15 tot 1:15. Gisteravond had het weer het importeren vanuit iMovie problemen. Hij zegt weer dat de schijf deed het vol is. Maar dat is heel irritant. Want ik heb echt al alles op mijn harde schijf gezet. Dus daar moet ik vandaag weer mee bezig. En ik word er echt heel chagrijnig van. Dus dat. Ook gewoon op beide, hè. Computer en op de laptop. Maar goed, ik laat jullie even mijn outfit zien. Ik draag dit blouseje van Chiquelle. En deze broek van Chiquelle ook. Ik ga even eten. Echt top. Not. Ik ben alweer thuis. Half uurtje later. Want ik ben trouwens helemaal nat geregend. Kom ik aan op het station. Ik fiets samen met mijn zus. Je rijdt haar trein niet. Dus ik helemaal stuk. Gaat onze les niet meer door. Dus ik kom weer naar huis. Op zich wel chill. Maar echt, als ze het 5 minuten eerder hadden gezegd, dan was ik nog thuis. En nu nat geregend en kon ik weer naar huis. En ik ben niet scherp. Dus ja, ik ben vandaag vrij. Want we hebben anders alleen vanmiddag een lesje. Maar voor 1 les vind ik dat zonde om dan zo lang te reizen. Want dan ben ik bijna langer aan het reizen dan dat ik op school zit. En daarmee zijn we ook best wel ver, dus dat komt wel goed. Dus ja, wij dachten, ja, dat kunnen we echt wel missen, want we lopen echt er wel voor. Dus ik ga gewoon thuis vandaag aan het werk. Ik ga bezig met mijn vlog en nog wat andere dingen voor school doen, maar dan gewoon thuis. Ik ga even een kop thee maken, denk ik, en lekker even bezig. Zo, ik heb gewerkt en alles is nu af, dus dat is top. Ja, ik zie er echt niet uit, joh. Dus ik ga even mijn make-up eraf halen en mijn huid reinigen en dan ga ik lekker in bad. Oeh, nu ben ik blind. En heb ik een afdruk waarschijnlijk. Maar in ieder geval, ik ga lekker in bad. En lekker YouTube filmpjes en zo kijken. En make-up eraf halen. En ik wil denk ik ook nog even gewoon weer mijn haar wassen. Want ik had het zondagavond heel snel alleen met shampoo gedaan. Maar ik doe altijd zelf conditioner en zelf shampoo nog bij. Maar dat heb ik niet gedaan. Want ik had geen zin in. Het was laat en ik wou slapen. Dus ik denk dat ik dat nog wel even ga doen. Je ziet hier nu echt zo'n afdrukje. Ik haat dat echt aan een bril, maar goed. I feel it coming. I didn't
bad geweest, echt knetterlang. En dit zit ook echt al knetterlang op mijn huid. Het zit echt zo strak. Ik kan niet eens normaal praten. Dus het is echt de hoogste tijd om het eraf te halen. Let's go. Auw. Oh my god, dit doet pijn. Oh mijn god. Oh, dit is echt sick. Zo, dat wil ik even. Oh, dat is echt niet goed. Er zit echt lijm op of zo. Niet te doen. Oh. Ik heb gewoon tranen ogen, hè. Oh, dit ga ik echt nooit meer doen. Deze is echt zo pijnlijk. Ik heb echt gewoon tranen ogen. Ik heb nog nooit zo'n pijnlijke masker gehad. Dit is echt niet normaal. En ik weet niet of dit juist goed is. Want het voelde echt wel heel heftig aan. Maar deze is dus van Action. Oké, ik ga het er even afwassen. Ik weet niet of je het ziet. Maar ik heb een helemaal rode rand van de hele masker. Precies waar die zat, zie je een rode rand. Heftig. Zo, ik draag dit lekkere chill pakje van Chicel. Echt super fijn is die. Maar dat wisten jullie als je me vorige week vlog had gezien. Of die daarvoor. Mijn hoofd doet pijn. Dit is echt lekker rood. Ik ga namelijk ook even nu online shoppen. En ik weet niet of ik gewoon echt dingen ga bestellen. Maar sowieso wel wat sportdingen. Want ik zit daar nu wel lekker in. En ik heb gewoon nog geen sportvestje en zo. Dus dat ga ik sowieso bestellen. Maar ik weet niet of ik nog meer ga bestellen. Want ik wil misschien nog een mooi sport-PH. En een bijpassende sportlegging. Maar ook gewoon kleren. Maar die kleren ga ik denk ik niet allemaal kopen. Maar sportdingen wel. Dus dat is wel wat ik nu ga doen ook. En drinken, want ik heb heel erg veel dorst. Maar dit is dus echt mijn favoriete pakje. Het is echt het beste pakje ever. Zo, ik heb heerlijk op de bank gechilled. En eigenlijk gewoon niks gedaan. Een beetje water gedronken. Heel goed ingehouden met eten. Ik ga nu zo lekker op tijd naar bedje. Ik ben ook nog van... Oh, dat heb ik wel gevlogd. Dat ik de hele middag in bad heb gelegen. Morgen moet ik de hele dag werken. Van 9:30 tot 5:30. Dus dat is goed. En ja, dat is het eigenlijk. Ik doe morgen ook weer de outfit aan die ik maandag aan had. Want dat is een broek van Lily en dat vind ik wel leuk. Als ik dan met Lily zelf, als ik daar werk, kleding daarvan aan heb. Dus dat, ik ga even lekker een beetje induiken. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik ga even snel mijn ontbijtje opeten. En daarna moet ik de hele dag werken. Oeh, ik heb haar. Zo. Ik pak even mijn mobiel erbij, maar ik moet nog even wat dingen fixen. En ik eet ondertussen snel mijn ontbijt op. En dan moet ik gaan naar werk tot 6:30. Zo, ik ben al eigenlijk een tijdje thuis. Het is alweer 7:15. En toen ik thuis kwam, ging ik eigenlijk gelijk eten en werken. Want ik heb wat opdrachten gekregen. Oh, hij heeft echt kuren met focussen. Maar in ieder geval, ik heb wat opdrachten gekregen voor mensen. En daar ben ik gewoon mee bezig. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb weer een haar in mijn mond. Ik moet naar school. Het is nu 8:00. En ik heb school tot 4:15. Oh, lekker lang. Maar in ieder geval, ik was een uur eerder wakker. En ik weet niet of je het hoort, maar het regent knetterhard. En daar moet ik zo doorheen fietsen. Dus ik weet niet of ik me ga opmaken. Maar je hoort het wel. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Oh ja, trouwens, ik wil even nog wat laten zien. Want ik had nog wat besteld, had ik jullie verteld. Namelijk sportkleding. Ten eerste deze. Maar hij zit op zich best wel strak. Maar ik hang wel. Omdat ik hem best wel mooi vind. Oh, het regent echt niet normaal hard. Maar deze top. Je kan het hier niet echt goed zien. Maar dit is gewoon een zwarte sporttop. Echt zo'n super chill stofje. En dan heeft hij hier aan de mouwen een soort ribbelstofje vanaf hier. En dan kun je je duim er doorheen doen. Maar dit is dus een soort crop sporttop. Maar ik heb ook een hele hoge legging, dus dat is top. En dan heb ik nog deze besteld. En die hou ik sowieso, want hij zit echt mega mooi. Dit is namelijk een sportjasje. Of, ja, het is niet echt een vest. Het is echt wel zo'n sportstofje. Van Nike. In het zwart. Dus hier ben ik mega blij mee. En die hadden we ook, of hadden ze ook in het wit, rood, blauw, groen. Maar ik vond dus de rode ook mega vet. Maar ik ben gekozen. Ik ben gegaan voor de zwarte. Dus deze. Dus dat is wat ik nieuw heb. En ik had op Ali nog zo'n bak besteld. En die zag er zo groot uit. Waar ik al mijn nagels in kon doen. En doorzichtig. Reality. Ik krijg zo'n bakje binnen.
met Monday, Tuesday, Wednesday, weet je wel. Dus dat was niet de bedoeling. En dat stond ook niet op de site, dus het is een beetje een fail, want hier passen mijn nagels ook niet in. Het zijn echt mini bakjes, dus ik weet niet wat ik hiermee ga doen. En mijn nagel is gebroken, dus die ga ik even opplakken. En nu ga ik een heel klein beetje opmaken. Ik heb deze, ja, ik ben nu heel groot, dus ik moet er helemaal zo filmen. Ik heb dit blouseje aan van de H&M. Deze riem is van Most Wanted. Gewoon een zwarte spijkbroek. Ik weet niet meer waar die van is. En mijn laarzen, hakjes, hakken, echt dikke hakken van Sasha. Dus dit heb ik aan. Jongen, jongen. Ik ga denk ik nog rode lips even opdoen, maar geen mascara en zo, want... Ja, het regent en dan vind ik echt scheid als je dan mascara op hebt, want dan ben je een panda. Dus ik ga nu snel wat eten en dan ga ik naar school toe. En vanavond ga ik naar papa. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Yay. Zo, ik ben thuis. Ik ben niet kalf voor zoals je denkt. Ik heb een uitgezakt knotje, die heb ik lekker al de hele dag in. Ik ga even wat drinken maken, want ik heb nog mega veel dorst. Like always. En ik pak zo'n groot glas. Ik ga vanavond dus naar papa en zoals elke donderdag. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. En ook drink ik natuurlijk weer vitaminewater. Voor als je het vraagt wat ik eigenlijk altijd drink. Ik drink altijd water. En als ik dan een keer wat anders wil, is het eigenlijk altijd vitaminewater. Eigenlijk drink ik niks anders dan dat of thee. Dus dat. We gaan nog even bezig voor bepaalde dingen. Nou, best wel productief geweest op school ook. Dus dat is top. En opeens gaat de zon mega fel schijnen. Echt wow. Deze weekvlog is volgens mij best wel heel erg saai. En ik film ook niet heel erg veel andere dingen. Maar dat komt omdat ik ook niet veel andere dingen deze week heb gehad. Dan eigenlijk gewoon bezig zijn, werken en dat soort dingen. Maar dat zit er ook gewoon in. Ik ga niet elke week dagjes weg of weet ik veel wat. Dat krijg je dan. Ik heb zaterdag wel weer wedstrijd. En... daarna wil ik nog naar de zonnebank voor het eerst in mijn leven. En moet ik weer werken en s'avonds ga ik weer weg. Dus het is wel een drukke dag. En morgen is het vrijdag en dan komt Laurens. En moet ik naar de tandarts. Gadver, moet ik mijn gaatje vullen. En zondag ben ik weer bij hem. Oeh, ik ga even. Heel vaak doet hij het ook niet. Stop. Ja, top. Let's go dan. Mobieltje. Oh, dat ging per ongeluk. Heel veel drinken. En laptop. Oh. En nog meer dingen. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik was dus bezig met dit. Want ik had dit besteld voor mijn nagels. Maar zoals je ziet... staat erop een pillendoos dingetje, zeg maar. En op de site zelf stond het dat het doorzichtig was. Plus, er zijn maar 7 rijen en ik heb 9 soorten nagels. En ze passen er ook niet eens in. Dus dat wordt hem niet. Kijk dan. Dit wordt hem niet. Oké, geen idee wat ik daarmee ga doen. Zo, nou, ik zie er echt als een zwerver uit. Ik kan niet te veel van zeggen, want het is gewoon zo. Ik draag deze trui en een zwarte broek en dit. Een soort van zwarte cotton look, maar goed. Het is nou niet dat ik denk, jee, we gaan naar de tandarts. Laat ik iets kleurrijks aan doen. Dus, ik moet naar de tandarts, ik heb een gaatje. Ik ga er maar snel vandoor, anders dan zie ik mezelf ook nog... niet gaan. Als ik thuis kom, moet ik nog wat dingen doen. Een campagnefoto maken. En kom Laurens vanmiddag. En morgen heb ik wedstrijd. En ik weet wat ik moet doen met de wedstrijd. En het is echt leuk. Dus ik ben blij. Maar nu even niet blij. Want nu moet ik naar het zand. Dat vind ik echt niet leuk. Zo, en ik ben weer thuis. En ik zweet me kapot. Echt, godverdomme. En de zon scheen ook echt vol, hè? Oeh. Maar goed, ik fietste naar huis en het regende. Het was weer wat minder. Maar ik ga zo even mijn haar wassen en douchen en zo. Maar ik ga jullie eens even een verhaal vertellen. Storytelling van naar de tandarts gaan. Want wat gebeurde er nou? Zij zegt gelijk, de tandarts, ik ga even verdoving in doen. En ik, no. Ik haat echt. Ik ga nog liever half dood dan dat ik verdoving en prikjes en dat soort dingen. Dat is echt mijn grootste angst. Prikjes. Ik kan er niet tegen. Ik moet flauw vallen. Het is niet voor mij. Dus ik zo, nee. Ik wil zonder verdoving. Doe maar gewoon je ding en komt goed. En zij zegt zo,
Nou, ik doe hier echt wel verdoving in. En ik zag echt nee. Nou, ik heb echt heel vaak gaatjes. En elke keer doe ik het zonder verdoving. Dus ik zou het heel graag nu ook zonder verdoving willen. En toen zegt ze, nou oké, is goed. Als pijn moet je even je linkerhand opsteken, weet je wel. Maar ik dacht, ja, het doet altijd wel pijn. Dus ja, nou kom maar door. Nou, dus op een gegeven moment begon ze. In het begin voel je nou altijd niks. En op een gegeven moment ga je echt... En het naast is, hè, als ze heel dat gaatje zo hebben uitgehold, dat ze dan met zo'n luchtding erin gaan. Zo, dat het gaat... Ik kom gewoon niet uit mijn woorden meer, hè. Dat het... dat ze gewoon lucht erop gaan laten vallen. Maar ja. Dat is heel naar. Dus ik zag op een gegeven moment, oeh, oké, kom op Flo, bijna klaar, bijna klaar. Nou, en op een gegeven moment zag ze, ja, had je er eigenlijk last van? En ik dacht, tijdens het tandenpoetsen? Ik zo, nou, eigenlijk niet. Want ik had gewoon geen last tijdens het tandenpoetsen. Het was echt een verrassing voor me dat ik daar een gaatje had. En ze zei, oh, dat is echt niet goed. En ik denk dat je zenuwen zijn afgestorven. En ik wil graag een wortelvliesbehandeling doen en dit en dat. En ik dacht echt, what? Huh? Wat? Nee. Hoezo? Tuurlijk. Kan ook alleen maar weer mij overkomen. Ze zegt, dit was echt niet normaal namelijk. Want het gaatje was zo intens diep. Dat zonder verdoving dat je dat eigenlijk helemaal niet had aangekund. Dus ik dacht, maar ik heb dat toch net gedaan. En het deed echt wel pijn of zo. Maar ik snapte het niet met dat tijdens het poetsen en dat ik dan geen last had. En dat ik dan dat mijn zenuwen dood waren. Ik dacht, what the fuck? Op een gegeven moment, nou, klaar. En ik had het overleefd en toen dacht ik, hè? Oh, bedoelde ze niet, had je er last van met betrekking tot het boren? Dus ik dacht, nou ik zeg het gewoon even, ik zo... Ja, ik dacht dat je bedoelde dat ik er last van had tijdens poetsen, maar tijdens poetsen had ik geen last van. Of nee, had ik er inderdaad geen last van, maar tijdens boren net voelde ik het echt wel. En toen zei ze, oh nee, maar dan zijn je zenuwen nog wel goed en dit en dat. Toen dacht ik, ja... Nou ja, waren ze maar dood. Had ik er niks van gevoeld. Nee. Maar het was heel raar. Maar in ieder geval, het is gefixt. Lekker duidelijk verhaal ook. Mijn zenuwen leven nog. Laat dat even duidelijk zijn. Ik hoef geen behandeling of zo, want het is gewoon goed. Maar ze voelt het niet normaal dat ik... dat het niet pijn deed. Maar ik zeg, het doet wel pijn hoor. Maar ik hield me gewoon sterk. Ik wilde gewoon geen verdoving. Dus dat. Ja, wat je allemaal niet over hebt voor geen prikjes. Dat was mijn tandartsverhaal. Gaan we weer verder met het leven. Ik ga nu douchen, want daar heb ik heel erg veel zin in. En ik heb het gewoon helemaal warm en zo. En mijn haar is vet, dus ik ga even lekker mijn haar wassen, douchen, mijn kamer opruimen, campagnefoto maken en een ding voor school doen. Dat is wat ik nu allemaal ga doen en daarna komt Laurens. Ik heb hier al mijn gel dingen, hier de tools, hier nagellak removers en hier eigenlijk een bakje met mijn favorieten en hier niet favorieten. En dit moet ik gewoon nog een keer uitzoeken, want ja, heel veel ervan draag ik ook gewoon niet meer. En hieronder zitten mijn echte favorieten, maar goed, van Sally Hansen. Maar dit moet ik maar een keer nog uitzoeken, maar voor nu vind ik dit prima. En deze moet ik maar even een ander plekje geven. Ja, of gewoon even erboven leggen zo. Ja, doe ik al zo. Zo. Ook heb ik hier nu het prullenbakje voor mijn stash. Het is misschien niet het latteuste wat er is. Maar hieronder gebruik ik het niet en valt het de hele tijd om. En zie ik niet waar ik het in moet doen, want dat ding is mega klein. En nu weet ik als ik hier ga zitten dat ik het wel daarin doe. En daar gaat het om. Dit is netjes. Dit is wat ik morgen aan doe naar de wedstrijd. En mijn pufje, astma. En voor nu, dit is wat ik aan ga doen. Deze komt bij de rest. Zo. Flesje ga ik straks bij de plastic afval gooien. Ik ben klaar. Zo, ik heb even lunch gemaakt. 3 speldbroodjes met haagslag. Mega slecht, maar ik eet echt nooit dit. Dus mag wel een keer. En gewoon fris die. En ik ga gewoon even lekker chillen. Oh, ik schrok me dood. Ik kreeg opeens een aangetekend pakketje binnen. Ik dacht, holy shit, wat is er gebeurd? Maar
Dat is echt top, want ik heb een samenwerking met Ethos. Echt mega leuk. Dus dat gaan jullie in de weekvlogs ook zien. En daarvoor krijg ik een cadeaubon. Maar meer ga ik er nog niet over vertellen, want dat zien jullie vanzelf wel in de vlogs. Maar ik schrok echt. Ik dacht, oh fuck, heb ik een boete? Wat heb ik gedaan of zo? Want normaal is dat echt belangrijk. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. Goedemorgen, ik heb vandaag een wedstrijd. Het is zaterdag. Ik draag alles nieuw eigenlijk. Even goed doen. Deze top is van Gymshark. Die heeft lange mouwen en dan heeft hij hier zo'n ding dat je het om je duim kan doen. Nou, sportlegging is van Boohoo. En mijn jasje is van Nike. Ik ga snel wat eten, niet te veel, want anders ga ik weer kotsen. Daar heb ik geen zin in. En dan ga ik wedstrijd hebben. Ja. Zo, ik heb me klaargemaakt en de wedstrijd ging heel erg goed. Echt heel erg goed. Dus daar ben ik heel erg blij mee weer. En nu moet ik werken en ik ga even wat eten, want... ik moet nog eten. Ik heb vanochtend alleen een banaan gegeten. Maar ja, hè? Dus dat. Ik draag deze sweaterdress met pofmouwen van Chiquelle. Ik ga nog even een ketting omdoen. Vind ik wel mooi. En verder, ja. En ik ga eten. Ik ben thuis van werk en ik heb een pakketje opgestuurd gekregen van Come Get Fashion. Dus die ga ik even met jullie delen. Oh, spannend. Ik heb al gegeten trouwens. Ik ben echt net thuis. Pakketje! Nee. Moeilijk hè? Mooi roze. Oké, eerste dingetje. Is. Een kaartje. 10% korting. Dan. Ja, moet je wel openmaken. Oh. Ja, daar heb ik even een schaar nodig. Moet je even schaar pakken? Nee, kan niet. Nee, ik kan niet. Ik kan echt niet. Pak maar even schaar. Ik ben nog niet ervaren, snap je dat? Oh god, je gaat me echt steken. Ja, wat moet je dan? Nou, moet dat ding ook maar. Je moet zo doen. Oh my god. Dit is het eerste wat ik ooit heb gezien. Oké. Okay. Wat is dit? Okay. Oh, dit zijn de oorbellen. Heel mooi. Die ga ik vanavond gelijk indoen. Kijk. Oh ja, tijgers. Ja, zilver zijn ze. Deze verkoopt ze ook bij Lily. Oké. Okay. Deze zilveren tijgertjes. Dan dit tasje. Ik had nog geen zilveren, dus nu heb ik een nieuwe. Ja, hij is echt heel mooi. Maar mijn was kapot. 40 euro. Maar het stinkt wel naar leren. Heel erg mooi. Deze clutch. Dan heb ik eindelijk een nieuwe zilveren. Droogshampoo. Oh, die heb ik niet gekocht, maar... Oh. Of nou ja... Heb je erbij gekregen? Heb ik niet gevraagd, maar die heb ik erbij gekregen. Altijd chill. Ik ben blij met deze. Oh, heel mooi. Die sweater van Los Angeles. Ook mooi als je een beetje bruin bent vooral. En dan gewoon met een shortje eronder, een short kort broekje. Nu nog niet. Ja. Nee, nu nog niet. Nu ben ik te wit. Nou reflecteer ik hierin. Ja, mooi. Ik heb hem in een maatje M uiteindelijk gedaan, want ik wil deze iets groter. Dus die. En als laatst. Slangenbroek. Gewoon een gewone normale broek. Ja, geen flared print. Nee, geen flared print. Dat mag wel in de kruis. Kijk, mam. Maar het is niet echt wit. Het is een beetje ja, ik vind wel crème mooi. Of zo. Wat is jij dit? Deze, ja, maat 36. Jeetje. Nou, dus dat heb ik van... Oeh, Come Get Fashion. Het is wel lekker stretch. Ontvangen. Ja, we gaan het meemaken. Nou, ik heb me lekker omgekleed. Ik laat je zo even mijn outfit zien. Maar ik wil eerst nog even zeggen... Dat deze vlog eigenlijk echt niet boeiend was. Want ik ben eigenlijk alleen naar school geweest. Gesport. En dan vanavond ga ik naar vriendinnen. Gaan we gezellig een paar wijntjes en zo drinken. Maar ja, hun willen ook niet allemaal in beeld, weet je wel. Dus dan ga ik dat ook niet doen. En ik vind ook wel dat dat gewoon ook niet allemaal vastgelegd hoeft te worden per se. Maar in ieder geval. Ja, soms heb je van die dagen erbij zit je er niet... Of van die weken erbij zitten dat je niks bijzonders doet. En daar is deze week er één van. Dus daar wil ik alvast mijn excuses voor aanbieden. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Ik ga ook niet mooier maken dan het is. En dingen doen
voor de vlog, zeg maar. Als ik dat niet eens ging doen, als je snapt wat ik bedoel. Dus dat eigenlijk. Dus ja, nou ja, dat is maar helemaal zo. Ik kan er niks anders van maken. Ik ga jullie mijn outfit laten zien. En ik ga me dan nog even een beetje opmaken en mijn haar stylen, want dat heb ik nog helemaal niet gedaan. En een beetje gewoon touch-up doen. Want ja, ik ga vanavond dus, wat ik net zei, naar vriendinnen. En ik heb het Conquest Fashion outfitje aan. Namelijk deze trui. En hier ben ik echt wel verliefd op. Ik vind hem vooral leuk voor in de zomer. Als je lekker bruin bent onder, met een shortje eronder. Zo'n kort spijkerbroekje. Dan vind ik het echt mega leuk. En ik hou hier gewoon wel van. En er staat dus op Los Angeles en dan de Amerikaanse vlag. En deze broek, hij past. Daar ben ik mega blij mee. Hij zit helemaal niet hoog of zo. Dat heb ik normaal altijd wel. Maar deze niet. En ik vind hem heel erg mooi. Slangenbroekje. En van de achterkant sluit hij ook gewoon goed aan. Dus hier ben ik ook mega blij mee. Dus dit hou ik gewoon lekker aan. En nu ga ik me nog even flieken en zo. Muziekje opdoen en dat soort dingen. Oh ja, en ik ga mijn slangenflare broek ga ik verkopen. Want ik moet hem anders inkorten en heb ik ook geen tijd en zin in. En ja, dan vind ik dit even wel leuker voor de afwisseling dan gewoon weer flare broek. Dus die ga ik verkopen. Dus mocht jij interesse hebben, ik ga dan even naar mijn United Wardrobe. Daar staat hij nu op. Ik weet niet of die er dan nog op staat of die dan verkocht is, maar... Daar staat hij op. En mij kun je vinden onder Floor Delver. En toen zag je me in mijn badjas op een doordeweekse dag, woensdag. Ik ga even wat vertellen en schrik niet. Het is allemaal, het gaat gewoon goed. Ik ga heel even stoppen met het weekvloggen. Echt voor een korte tijd hoor. Ik ben er misschien over 2 weken alweer of 3 of 4. Maar in ieder geval heel even rust. Want gisteren werd ik... opeens niet zo goed. En toen had ik heel erg last van mijn hart en kloppingen en benauwdheid en drukgevoel. Dus toen moest ik hartfilmpjes en zo maken. Dus ik moet gewoon even rust pakken. Er was niks geks of zo te zien. Schrik niet. Ik blijf gewoon leven of zo. Helemaal niks aan de hand. Maar ik wil gewoon heel veel rust gaan doen. Even wat dingen een standje minder zetten of zo of zo of zo. Want ik wil altijd... alles. En dat kan soms even niet. Dus ja, vandaar dat ik even een pauze inlas. Dus dan weten jullie dat. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Dus dit was voor even de laatste weekvlog. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en respecteren. Ik kan er even niks aan doen en niks anders van maken. Maar er zijn genoeg mensen die ook aan YouTube doen. Dus kijk lekker andere vlogjes, zou ik zeggen. En jullie zien me hopelijk snel, zo snel mogelijk weer. Dus, doei!